Kijk eens, ik heb een monsterscore. Ja. Nee, dan zeg je, joh, gaan we even kijken. Nu gaan we naar de vierde dimensie. Een van de charmante elementen in het spel. Hoppa, daar hebben we hem. Oeh, ik zie al een effect hier zo. Wie nu? Nou kijk, ik ben natuurlijk als eerste nu aan de beurt. Dus mijn kwantum effect gaat eerst. Dus ik heb hier een kwantum effect, zie je dat? Ja, plus min. Ja, nou. Zwart, wit, wit, zwart. Ja, ja, oké. Hoppa! En dat betekent dat paars en blauw wisselt. Je draait de positie en je draait de switch. Ja, dat is de switch. Maar bij haar alleen de switch. Alleen de spin. Dus bij mij gebeurt er eigenlijk nog meer eigenlijk dan bij jou. Oké, heb jij nog switches? Verdomd, je hebt nog twee switches. Wacht even, ben je al klaar dan? Ik ben klaar nu, want een switch mag maar één keer. En nu moet eerst zij. Dus zij heeft nu twee. Nee, oh nee, heb je helemaal geen switches? Nee, niet meer, want het is zwart-zwart en wit. Ja, oké, dan gaan we weer terug naar de. Die dan? Dat is helemaal niks, joh. Oh, oké. Dat is helemaal niks. Ja? Dat is net zoiets als niks. Nou, en dan hebben we een. Nu gaan we terug naar de derde dimensie. Waar de sterke kracht. Pats, klak! Weer zijn. En je hoopt dus altijd naar zo'n switch dat je. Ja, in een goede positie komt eigenlijk, Nico. En niet te veel elektriciteit zoals ik nu heb hier. Zie je? Kijk, want nu gaat die. Ja. Nu gaat de vaas draaien. Ja, deze zit vast, deze niet. Nee, maar deze gaan nog draaien. En daarna komt nog die spontane switch. Dus dat is één grote tombola. Dus oké, dan gaat die rechtsom zo. Ai, klak. Die zit vast. Nou, deze. Die zat ook. Nee, want die zit nog steeds in de elektriek. En dan gaat hij nog een keer in de elektriek. En waarom was die niet. Dan moet hij ook tegelijk. En het is klaar, maar ik heb hier wel mooi, zie je dat? 8 elektriciteitspunten. Die had er ook gemoeten. Ja. Oké, sorry. De witte elektriciteit sneerde voorbij. Nog een keer. Die blijft nog net hangen, maar die draai ik zo, want dan heb ik heel veel elektriciteitspunten straks. Dus ik ben eigenlijk al. Wat zeg je daar? Dit is heel mooi, schatje. En jij bent nu aan de beurt, liefje. Heb je nog iets van een switch of iets in de aanbieding? Zo gaat dat, hè? Niks dus. En ik moet een geheim verklappen, is dus elke keer weer als je uit die vierde dimensie komt, je weet niet wat je meemaakt. Dus de ene keer val je helemaal vast. En dat is toch een karakteristiek van het spel wat in de formule zit. U bent. Ben ik? Mm-hmm. Oké, nou we gaan even kijken hoe ik mijn topscore kan maken. Heel simpel, dus ik doe dit dan, hè. Pats, plak, 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 plak. En ik ben klaar. Dan hoop ik dat zij geen switch maakt, want dan verlies ik misschien punten. Als hier een zwarte komt, heb ik niks meer. Of hier een witte. Ik hou hem zo. Dit is sowieso dood, wat? Hou jij hem ook zo? Zeker. Deze moet draaien, toch? Heb ik toch net gedaan? Dat hoeft niet, nee. Als je geen zet meer doet, hoeft hij niet meer te draaien. Dat heb ik toch al gedaan. Oké, dan is dit de tweede heat. Ik kan het snel verkeer, hè? Dus even de punten scoren. Dat is dus, zij heeft, Kein heeft 6 massapunten en 6 elektriciteitpunten. Oh, wacht even, eerste massa, je valt eerste massa, weet je wel. Ja. Eerst kijken, is het materie? 10. Dit is 10 massa. 6 massa, 4 massa. 5 is niks. Helaas, deze massa is gedempt. Die is weg. Net alleen maar met dezelfde spin. Dan duwen ze hem omhoog. Dus dat is 10 massa. Hoor ik nou. Wat zeg je? Nou, we proberen ook het verhaal om het spel een beetje te promoten. En ze heeft 6 elektriciteit. Eens kijken wat deze jongen gescoord heeft. Nou, zijn monster score vorige keer. Ook niet slecht. 8 elektriciteit plus 8. Dat is toch 16 puntjes. Hetzelfde aantal. Alleen ik ben compleet energetisch. Dit. Er zit geen massa in. Ja. En nu gaan we dus met z'n allen weer. De wereldkampioenschap, jongens. Naar de vierde dimensie.